Hallo allemaal, Evert Oosdam hier. We gaan het vandaag weer hebben over kunstaas. En ditmaal gaan we het hebben over de tournament beet kikkers. Klein stukje geschiedenis. De kikker is zo'n 8 jaar geleden op de markt gekomen. Vervanger eigenlijk van de Sysmix, die toen stopte. En ze lijken er toen op iets verbeterd in mijn inziens. En ik ga jullie vandaag meenemen en alles over de kikker vertellen. We hebben eigenlijk 4 soorten in het tournament baitpakket. Nou ja, zoals logisch beginnen we natuurlijk met kikkervisjes. Kleine 4 inch lookalike kikkervisjes. Nou, die gaan volwassen worden. Dan worden het kleine kikkertjes van 3 inch. Dan worden ze weer een stukje groter. Dan worden het kikkers van 5 inch. En als ze helemaal volgroeid zijn, dan worden het 7 inch kikkers. Ja, hoe gaan we ze nou gebruiksgereed maken dat we er überhaupt vis op kunnen vangen? Nou, ik begin weer bij het begin, bij de kikkervisjes. Ja, kikkervisjes eigenlijk, je ziet het al een beetje aan het model, is eigenlijk maar op 1 manier te gebruiken. Althans, ja, door mij. Je kan het natuurlijk gebruiken hoe je wil. Maar dat is eigenlijk op de manier van het dropshotten. Nou, dit is een dropshot haak. En je prikt hem eigenlijk licht door het snuitje heen. En je hangt hem op deze manier. Hang je hem aan de haak. De haak is, haakpunt is altijd vrij. En de lijn in deze ontbreekt. Daar maken we wel een keer een andere vlog van. Hoe je het beste een dropshot lijntje kan maken. Maar op deze manier kan je hem eigenlijk dus eraan prikken. Nou, het voordeel van de tournament bait babyfrog is eigenlijk dat het volume best groot is. 4 inch, dus 10 centimeter. Maar het staartje heeft eigenlijk... Ja, is eigenlijk heel dun, heel bewegelijk. Het bolletje aan zich is heel klein. Dus de aasopnaam is heel, heel erg goed eigenlijk. Dus het is vaak happen hangen. Goed, gaan we door naar de 3 inch kikker. Nou, hoe gaan we die riggen? Ik zelf vis deze het liefst gewoon met een jigkop. Tungsten met een 5-0 haak, lekker lang. Dat kan op allerlei manieren natuurlijk. Ik vis soms met 5 gram tot de omstandigheden misschien wel 15 gram. Maakt op zich voor het bevestigen niet uit wat het gewicht is. Er zijn ook op de markt, die hebben wij zelf niet in het pakket. Voor de 3 inch, voor de grotere wel. De wormhooks. Ja, dus je zou hem eventueel ook zeker straks in de zomermaanden, als het weer omhoog komt, met een wormhaak. Laat ik je ook straks nog even zien hoe je dat moet maken. Kan je ze prima bevestigen. En helemaal, als je het anders wil dan anders, weer dezelfde schroefjes die we ook voor de pickset gebruiken. Gewoon in het kopje schroeven, stingertje eraan en dan kan je met een drechtje vissen. Gaan we door naar de 5 inch kikker. Nu wordt het in mijn beleving al wat makkelijker om deze te riggen. Die zijn wat groter. Nou, ik heb daar zelf een eigen stinger voor ontwikkeld. Je pakt gewoon van BFT de schroefkopjes. Die schroef je in de kikker. En omdat het, vind ik zelf wel makkelijk, is omdat het de kikker heeft pootjes. En dan tussen de pootjes in kan je eigenlijk heel mooi een haak klemmen. Nou, wat gebeurt er nu als de snoek deze stinger pakt? Hij komt eigenlijk los. Het is eigenlijk een soort quick release stinger. Het voordeel is, de kikker hangt buiten de bek. De drecht zit in de bek. Dus ze kunnen hem eigenlijk nooit lostrekken. Wat hebben we nog wel? En daar hebben we wel haken voor in het pakket. Dat zijn de zogenaamde wormhaken weer. Om wietlers te vissen. Klein schroefje erin. En je prikt hem door de buik heen. Op de rug zit er een sleufje in. En op die manier kan je eigenlijk de kikkers gewoon wietlers riggen. Aangekomen bij de 7 inch kikker. Nou, is eigenlijk dezelfde variant in deze qua riggen als de 5 inch. Ook hier kunnen we weer het speciale takelsysteem maken. Zeg maar de quick release takel.
ingeklemd tussen de pootjes. En ook hier hebben we voor, in het geval van... De wokkel zit in de kop gedraaid en als je hem goed erin hebt gedraaid, dan is dit de nieuwe uitgangspositie. Dus de haakpunt die wijst naar de kikker en de haak, de bocht, die staat omhoog gericht. Waarom? Als we hem naar beneden draaien, dat dan de haakpunt door de buik omhoog kan gaan. Draai je het geheel om, ja, dan past het niet. Wat we nu gaan doen is even de maat zoeken. Want hij moet natuurlijk straks in het sleufje, in de kikker, moet hij er perfect uitkomen. Nou, we gaan nu de plek zoeken op de buik waar we de punt erin willen prikken. En belangrijk is ook waar hij er dus uit moet komen. Nou, het mooie van deze kikker is, die zijn doorzichtig. Dus je kan hem heel goed sturen en hem op de juiste plek eruit laten komen. Ik prik hem altijd ietsjes verder door. En omdat het zeker bij de eerste keer dat je de kikkers gebruikt, is het rubber nog wat stijverig. En dat belet eigenlijk dat de haakpunt vrijkomt zodra de vis hem aanvalt. Ik doe hem een paar keer even heen en weer schuiven, zodat het gaatje iets groter wordt. Niet te veel, want anders dan werkt het weer in het nadeel. Maar een paar keer heen en weer halen en dan trek ik hem eigenlijk heel rustig in het sleufje. Goed, samengevat. Waar hebben we het over gehad? Een stukje oorsprong hebben we verteld. Hè, wanneer de kikker is geboren, zeg maar. De soorten. De kikkervisjes. Hè, geschikt voor snoekbaars en baars. De 3-inch kikker. Ook eigenlijk geschikt voor snoekbaars en baars. En dan de 5 en de 7-inch. Eigenlijk voor het snoeken. We hebben het gehad over hoe we alles kunnen bevestigen. Met de dropshot haak, met de wokkeltjes, met de loodkopjes, met de stingertjes en als laatste over de wormhaak. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Wil je meer van deze video's zien? Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal.
En dan ja, wil ik zeggen tot de volgende Kunsthaas video. En dan hoop ik dat je er een mooie vis mee kan vangen. I got nightmares in my head, I fear.